Robert de Lenne, hydroloog bij Vechtstromen, het waterschap. Hoe verklaart u de droge periodes van vorig jaar en dit jaar? Nou, de droge periode van vorig jaar en van dit jaar is niet direct te relateren aan klimaatverandering. Wel laat de droogte mooi zien hoe de zomers van de toekomst eruit gaan zien. En wat we zien is dat de droogte met name gevoeld wordt op de hoge zandgronden van Twente. Omdat daar gewoon het handelingsperspectief minder groot is. We kunnen daar geen water aanvoeren vanuit IJssel en het IJsselmeer. En dat maakt het dat de droogte op de hoge zandgronden gevoeld wordt. Wat zijn de gevolgen van die droge periodes voor de Twentse zandgronden? Nou, de gevolgen zijn bijvoorbeeld waterkwaliteitsproblemen. We zien dat het watervolume, het waterpeil afneemt, het zakt. Daardoor warmt het water sneller op. En warm water kan minder zuurstof bevatten, waardoor we eerder te maken krijgen met waterkwaliteitsproblemen. Ook zien we dat de grondwaterstanden snel uitzakken. En dat betekent dat er minder optimale omstandigheden zijn voor bijvoorbeeld landbouwgewassen, maar ook voor natuur. Welke oplossingen kunnen jullie bieden? Nou, we hebben een tal van oplossingen binnen waterschap Vechtstroom waaraan wij werken. We voeren diverse pilots uit. Wat we afgelopen winter hebben gedaan is de stuwen zo hoog mogelijk instellen. Om te zorgen dat er veel water wordt geconserveerd, water wordt vastgehouden. Om zodoende de functies goed te voorzien van water. En daarnaast hebben we ook ons maaibeheer uitgesteld. Om te zorgen dat er als het ware een groene stuw ontstaat. En het water zodoende lokaal wordt vastgehouden in de watergangen. Wat zijn de overwegingen om sluizen en schuiven dicht te houden dan wel te openen? Die overwegingen die zijn gebiedsspecifiek. Dus we kijken van hoeveel water is er voorradig en waar moet het water heen. En dat doen we inderdaad met inlaten, met sluizen en noem maar op. En het water wordt aangevoerd vanuit de IJssel en het IJsselmeer. En daarbij bepalen van waar is de noodzaak voor water het hoogst. En dan sturen we het water die kant op. Wat kunnen burgers zelf doen tijdens droge periodes? Nou, ten eerste moeten burgers spaarzaam omgaan met water. Dat is zowel drinkwater, wat onze drinkwaterbedrijven verkondigen. Maar ook als we een grondwaterpomp bijvoorbeeld hebben in de tuin. Ga nou spaarzaam om met water om te zorgen dat de grondwaterstand niet te snel uitzakt. En daarnaast willen we een oproep doen om houd nou rekening met de inrichting van je tuin. Met het oog op de watervoorraad. En doe dat door bijvoorbeeld je regenpijpen af te koppelen om zodoende te zorgen dat het bijdraagt aan grondwateraanvulling. En zorg dat je bepaalde vegetatie, bepaalde planten in je tuin hebt staan die goed tegen de droogte kunnen. Wat zijn volgens u de belangrijkste uitdagingen voor Vechtstromen voor de komende jaren? Nou, ik denk dat ten aanzien van droogte dat het een belangrijke uitdaging is dat wij komen tot een robuust beleid. Beleid dat echt is geënt om droogteproblematiek in de toekomst beter een halt toe te kunnen roepen. Wat als volgend jaar weer een heel droog jaar wordt? Als het volgend jaar weer een heel droog jaar wordt, dan zien we dat dit effecten heeft op bijvoorbeeld natuur. Natuur heeft op dit moment nog steeds last van de hydrologische erfenis van vorig jaar. En mocht het volgend jaar wederom een heel erg droog jaar worden, dan kan dit betekenen dat bepaalde zeldzame planten verdwijnen. Dank u wel. Geen dank.